aveva il viso di una bella donna, eppure riciclava milioni di dollari per conto dei cartelli colombiani. Mevrouw was echt een boef. How many kilo papayas is in one box? There are 4 kilos. Het ging dus over grote partijen cocaïne. Een bekende dreigement van de tieners ook. Als je nou niet met het geld over de brug komt, dan stuurt u uw geslagenheid toe. Het was quite a lady. They call me the lady with the thousand faces. You know, it looks all so sweet and so nice and so lovely outside, but, you know, it's heart of stone inside. Heart of stone. Vrouw met de duizend gezichten, over wie nog veel vragen bestaan. Wie weet bijvoorbeeld waar ze is gebleven? En was ze nou een echte zware crimineel? Of speelde ze onder één hoedje met Amerikaanse drugsjagers? Dit is het verhaal van de geheimzinnige, blonde, Nederlandse Bettine Martens. Oftewel, La Bella Bettine. Ze kende iedereen... kende haar ook. Een gevleugeld gezegde was op zeker moment: als je iets wilt met cocaïne, moet je Bettine bellen. Kijk, toen ze gepakt is, stond ze op het punt om voor dat kartel dat in opkomst was, het Pereira-kartel, kartel vlakbij Cali, om daar de vertegenwoordiging in Europa te zijn. De belichaming van dat kartel en de regelaar ook. Het was degene die boodschappen overbracht. Ze was messenger. Ze had toegang tot zeg maar de families. En zij regelde als een soort intermediair voor degene die daar behoefte aan had. De partijen die dan naar de diverse Europese landen zouden moeten komen. Dus het was wel iemand. Piazza Navona in Rome. Hier werd ze gearresteerd. Een 40-jarige Haarlemse vrouw, Bettine Martens, ook bekend als Bella Bettine. Ze was diep doorgedrongen in de Colombiaanse drugsmafia. Ze had carrière gemaakt in het Cali-kartel. En de Nederlandse justitie was al jaren naar haar op zoek. Maar de Italianen en de Amerikanen waren sneller. Hier op dit terras werd Bella Bettine in 1992 gearresteerd. E arrestare delle persone a Piazza Navona, che è uno dei luoghi più famosi al mondo per il turismo, non era propriamente una cosa semplice. E io ricordo che l'intera operazione durò 30 secondi. It was like I was waiting for them. I felt one arm here and one arm there. And they took my back from the table and said, please come with us. E li caricammo in macchina e li portammo via. Credo che non se ne accorse nessuno. Ricordo che c'era una troupe televisiva a Piazza Navona che stava facendo un servizio e non si rese conto di nulla. Ze werden met z'n drieën gearresteerd en ze waren met z'n drieën dus in verschillende functies de top van dat nieuw opkomende kartel. En de Amerikanen gaan ervan uit dat als gevolg van deze operatie die organisatie zijn kop is kwijtgeraakt, als het ware, zodat ze zo'n heel nieuw kartel hebben ontmanteld. Bettine Martens' arrestatie maakt deel uit van Operation Green Eyes. Deze internationale operatie, opgezet door de Amerikaanse DEA, de Drugs Enforcement Administration, probeert zicht te krijgen op criminele geldstromen om zo hele drugskartels op te kunnen rollen. 4 jaar duurt de voorbereiding en dan worden zo'n 200 sleutelfiguren tegelijkertijd overal in de wereld opgepakt. Bettine wordt samen met haar baas, Ospina Vargas, en een andere topman van het kartel gearresteerd. Dus hij heeft dus een hele ongebruikelijke carrière doorlopen. De meeste mensen die in de drugshandel werkzaam zijn, die zijn als jeugdcrimineel begonnen en dan langzamerhand opgeklommen. En zij in één keer boempats bovenaan, daar, zonder straf ervoor af.
Dus dat is een hele wonderlijke omweg. Bettine Martens wordt in 1951 geboren in een arbeiderswijk in Haarlem. Als eerste kind van een ongehuwde moeder. Ze groeit op met twee zussen en een stiefvader. Haar echte vader heeft ze nooit gekend. Bettine is niet dol op leren en ze komt niet verder dan de huishoudschool. Ze houdt van uitgaan en dansen. Vader en moeder die dreven een schoonmaakbedrijf en die werkten ze volgens mij rot en allerlei scholen om de boel. En daar moest de hele familie, twee dochters, moest daar aan meewerken. En die dochters, althans Bettine, die wilde ontzettend graag naar buiten en de wereld in. Weg uit dat... Ik geloof dat ze de eerst mogelijke kans die er was om uit dit milieu te verdwijnen, dat ze dat heeft aangegrepen, ja. En zo komt de jonge Bettine op zoek naar spanning en avontuur in het Spaanse Marbella terecht. Ze gaat werken in een kledingboutique waar de rijken graag komen. En ze belandt op de jachten en de feestjes van de jetset. De wereld van drank, drugs, Arabische prinsen en Colombiaanse vriendjes. Ze was aangetrokken door de glamour en de glitter van dat wereldje. Porto Banus, dat is de internationale stad van, waar het gangsterdom zich manifesteert. En dat vond ze natuurlijk prachtig om haar mee te doen. En zij als blonde schoonheid gedijde daar en was veelvuldig te gast op die feesten en gebruikte ook wel eens wat. En leverde waarschijnlijk wel eens wat via haar Colombiaanse vriendje. Maar goed, dan word je nog geen, niet meteen een drugscrimineel, toch? Nee, dat is ook niet geworden in Marbella, dat komt pas later. Ze heeft een vriendje in Marbella gekregen. Dat was een Colombiaans vriendje die haar dus belazeld heeft. En ze is eigenlijk op zo'n, ja, een beetje onbenullige manier terechtgekomen in Colombia. Dat die jongen op een gegeven moment zei, ga maar met me mee naar huis. En ze kwam er in Colombia achter dat die jongen haar belazelde en een vrouw had en reeds een aantal kinderen. Bettine besluit in Colombia te blijven. Ze leert alle hotshots van de kookhandel kennen, maar zelf zit ze nog niet in die wereld. Ze probeert wat geld te verdienen met het geven van Engelse les. En er volgen andere baantjes, maar niets komt van de grond. 1985 is een dieptepunt. Geen geld, geen werk, geen echte vrienden en ook nog eens bestolen. Dan besluit ze toch maar wat klusjes voor het kartel te doen en van het een komt het ander. In 1988 zit ze er tot haar nek toe in. Ja, ze vond het heerlijk opgemerkt te worden. Ze wil graag opgemerkt worden door deze mensen die over onwaarschijnlijke hoeveelheden geld en goederen beschikten en allerlei feesten alsmaar hielden. En, nou, dat vond ze prachtig om daaraan mee te doen. En toen is ze eigenlijk in die wereld gaan meedraaien. Ja. Nou, dan is het, als, zoals zij daar nieuwsgierig en een toonbeeld van open geest en ik wil wat proberen. Een ideaal iemand, voor zo'n iemand die ook nog ondernemend is. We zouden er trots op haar moeten zijn. To me, they were very sophisticated, very elegant people, very intelligent people. Not, you know, not the normal, ordinary criminal. They were, you know, you wouldn't say they were businessmen. Sophisticated people. Hier is ze weer, met een aantal Colombiaanse vrienden. Ja. Ja, dat zie je toch zo in een... Hoe kwam zij... In een film met Al Pacino, hè? Ja. Hoe kwam zij over op die mannen? Ze werd heel erg, voor zover ik weet, heel erg gewaardeerd. Als, als een van hen, een van de kerels, bij wijze van spreken. Ze was betrouwbaar, regelde zaken goed. En ze kon ook nog goed opschieten met hun eigen vrouw. Nou, ik denk dat ze vooral gedacht hebben dat ze die heel goed konden gebruiken om in de Europese markt te infiltreren. Want niemand zou nog in die tijd verwachten dat er een vrouw gestuurd werd. En zeker niet een Europese vrouw. Bij opsporingsambtenaren is er dan altijd een beetje ongeloof. Het zal toch niet deze mevrouw zijn die dit soort rare dingen doet? En dan kan je dus redelijk ongestoord je gang gaan. Bettine valt dus goed bij de heren van het kartel. En zij mag gaan uitzoeken hoe ze de Europese markt van drugs kan voorzien. Ze is mee de bergen gegaan en heeft al die laboratoria rondgekeken. Heeft zich laten, op zeker moment laten scholen, wat haar heel erg interesseerde, tot een soort handelsvrouw. Wat mij het meeste indruk maakte, waren eigenlijk de verhalen die ze vertelde van drugshandelaren die bij elkaar zaten. En dan vertelde ze dat er allerlei individuele ondernemende typen, die melden zich aan die tafel.
En die kwamen allemaal met voorstellen van manieren van smokkel. Iemand zei, god, ja, we gaan het in koks verstoppen, bijvoorbeeld. En als het dan wat leek, dan ging zij verkennen of dat werkelijk werkte en of de afnemer er ook zou betalen en dat soort dingen. En ik denk dat zij bij die besluitvorming daar betrokken was. Als handelsreiziger voor het opkomende kartel gaat Bettine de hele wereld over. Ook introduceert zij de Nederlandse onderwereld, waaronder Klaas Bruinsma en de zijne, bij de Colombianen. In Nederland woont ze bij haar inmiddels naar Limburg verhuisde moeder. Deze buurt was het? Deze buurt woonden ze bij de ouders, ja. Zou je toch ook niet meteen verwachten? Hier een top maffia dame, hè? Nee. Bij ouders op zolder. Waar zou ik de mensen uit Colombia ontving eigenlijk? De hele dag op een kamer zitten. En wachten op telefoontjes. Alsmaar telefoneren. Ik vond het niet een bijzonder opvallend mondain type. Normaal gekleed, niet opvallend. Op de damesfiets fietsen ze hier weg. Normaal zou je er niet naar opkijken. Een eenvoudig, simpel leven als een dametje die een bijstandsuitkering had. Veel bij de familie op visite was. Netjes met de trein reisde. Dus daar viel op zich niks op aan te merken. Kijk, het is niet spectaculair. Wat spectaculair was, waren de telefoongesprekken met Colombia. Waar voerden ze die aan? Hier, in het ziekenhuis, hier in de polikliniek en op het station. Het centraal station hier in Roermond. Hola, Bettine, por aquí. The calamari has to go back to Ecuador. Calamari. I'll call you back, okay? You call me? Okay, I'll call you. Bye-bye. Okay, bye. Maar dan zet een telefoongesprek met een crimineel contact in Rotterdam de Nederlandse politie op haar spoor. Die besluit haar te volgen en al haar telefoongesprekken af te luisteren. Zeker 2 jaar lang volgt de Nederlandse politie Bettine Martens. Hier in Roermond wordt elk telefoongesprek dat ze voert afgetapt en uitgetikt. En dit zijn nog maar een paar van de transcripties van alle gesprekken die Bettine voert. Met Colombianen bijvoorbeeld. Hier met ene Alberto. Het codewoord dat Bettine gebruikt is vis. En Alberto zegt, luister eens, jij hebt een visaanbieding nodig? Vis en tonijn? Ja, vis. I need fish. Send me everything you have. Everything. Camarón, cordina, dorado, everything. Ze spreken in bedekte termen. Ze spreken niet voluit. Het woord cocaïne wordt niet genoemd. Alleen voor de kernwoorden hadden ze van die kinderachtige woordjes om iets te verbergen. Fruit, vis. Geld. Bettine Martens doet haar werk goed. En zo verwerft ze al snel een positie binnen de Nederlandse onderwereld. Was ze bereid geweld te gebruiken? Nou, niet zelf, maar ze was wel degelijk bereid om te helpen bij het gebruiken daarvan, ja. Nou, er zijn eens 2 Colombianen overgekomen via Frankfurt naar Zuid-Limburg. Waarvan bekend was dat dat hitmen waren. Dus mensen die dus echt ingezet worden voor iemand om het leven te brengen. En die waren door haar ingezet? Die werden door haar ondergebracht in haar woning, in ieder geval bij haar ouders. Je weet dat in Amsterdam Joegoslaven actief zijn die hand- en spandiensten al verrichten voor Bruinsma en ook veel later. Nu in die Holleder-zaak komen ze weer terug, die Joegoslaven. Bettine, een bekende dreigement van Bettine was ook, als je nou niet met het geld over de brug komt, of je houdt je niet aan je afspraak, maar houdt je niet aan waar we afgesproken hebben, dat is ook genoteerd, dan stuurt de Joegoslaven naar je toe. Hola papa, ¿qué tal? Bien. Okay. I already sent the Yugoslav. Let him know the conditions, okay? Maar waarom gaat een Haarlemse dame, een Haarlemse jonge vrouw, zich in de Colombiaanse maffia begeven? Misschien spanning, avontuur, ik heb het haar nooit gevraagd. Geldzucht? Maar, geldzucht, ik kreeg de indruk, ze had nooit geld. Ze moest zelfs bij de moeder geld lenen om een auto te huren om een dagje naar Antwerpen te kunnen gaan. Maar dat er geld moet zijn geweest, dat lijkt me op zich natuurlijk wel evident met haar bemiddelende rol in allerlei kooktransporten. Want zelfs boeven doen niet voor niks. Ze leefden heel sober. Geen pracht en praal. Geen dure auto's. Geen dure sieraden. Niks van dat alles. Te doen gebruikelijk is als je, zoals zij, een verbindingspersoon bent in de contacten tussen leverancier en afnemer. Dat je dan
een deel van de partij uitbetaald krijgt. Het klinkt een beetje raar, maar een kilootje coke was in die tijd 50.000, 55.000 gulden. Nou, als je daar 10% per kilo van pakt, dan heb je het over 5.000 gulden per kilo, maal 2.000. Ja, dus 10 miljoen gulden per transport. Ja, en zo zijn er heel veel geweest. Misschien heeft ze geld, misschien is ze heel rijk, maar dat is nooit gebleken uit niets. En dan, in 1991, krijgt Bettine opdracht van haar Colombiaanse bazen om contacten te leggen met de Italiaanse maffia. Italië moet de nieuwe doorvoerhaven van cocaïne worden en de plaats innemen van Nederland en Spanje. En Bettine moet dat regelen. Ze vertrekt naar Rome. Ze werkte voor een opkomend kartel, die nog niet erg bekend was. En dus ook, namen zij aan, niet erg gevolgd door de internationale strafrechtelijke wereld. En ze dachten dat zij die markt konden veroveren daar. Noi, per usare una metafora, abbiamo gettato una rete in mare e alcuni pesci hanno abboccato. Tra questi pesci che hanno abboccato Bettina Martens. Bettine komt in het vizier van de Italianen en de Amerikaanse DEA, de Drugs Enforcement Administration, die op dat moment bezig zijn met een grootscheepse undercover operatie, Operation Green Ice. Ze willen de geldstromen van de kartels blootleggen, het witwassen van zwart geld controleren en de topmannen arresteren om zo de drugskartels te kunnen ontmantelen. Quando Bettina arrivò in Italia per la prima volta, stabilimmo un incontro. Noi eravamo agenti sotto copertura, avevamo una rete di agenti sotto copertura e la incontrammo per pianificare gli affari illeciti che avremmo dovuto trattare. Noi le assicurammo di essere in grado di lavare il denaro che lei man mano raccoglieva e stabilimmo le modalità di riciclaggio del denaro. Dit zijn beelden van Bettine Martens die geld aan het witwassen is. Speciaal voor haar hebben de Italianen en de Amerikanen een nepbank opgezet. Personeel is aan het werk, telefoons rinkelen, faxen ratelen. In niets verschillend van een echte bank. En alles wordt met een verborgen camera gefilmd. Quindi era ufficialmente esistente. Si potevano controllare al tribunale e alla camera di commercio i registri, si poteva verificare che avesse una contabilità, ma questo non significava che avesse anche una effettiva operatività, perché quando operava non operava sui canali dichiarati, ma operava sui canali di polizia. Dit is een bepaalde tactiek die door de Amerikanen wordt gehanteerd. Dat heet een front store. En het komt erop neer dat de Amerikanen zelf een nepbank oprichten. En die nepbank is erom begonnen om crimineel wit te wassen geld, hè, te accepteren. Het ging er alleen maar om dat ze Bettine zelf konden confronteren met bewijsmateriaal dat ze alles van haar wisten. Dus er zijn filmopnamen gemaakt van haar en foto's. En die foto's die zijn haar voorgehouden op het moment dat ze gearresteerd waren. Daarnaast zorgen undercover agenten ervoor dat een drugstransport geregeld door Bettine volledig de mist ingaat. Bettine krijgt grote problemen met de Italiaanse maffia. En dan moet de grote baas van het kartel, Ospina Vargas, wel naar Italië komen. Lo scopo dell'operazione non era lavare il denaro. Lo scopo dell'operazione era guadagnare tempo per identificare il maggior numero di trafficanti e riciclatori di denaro. Quando in Italia è arrivato Ospina Vargas Cediello Orlando e il suo socio per l'Europa, abbiamo ritenuto che fossero completate le attività investigative. Kun je zeggen dat ze haar Colombiaanse baas erin geluisterd heeft? Ja, maar of ze dat bewust gedaan heeft, dat weet ik niet. I was not surprised when they arrested me. I was very cool, very calm, because I expected it. Op 24 september 1992 wordt Bettine Martens samen met de grote kartelbaas Ospina Vargas en topman Pedro Felipe Villaquiran op Piazza Navona gearresteerd. Sicuramente non era una donna sciocca, era una donna intelligente e ha dimostrato di essere intelligente proprio il giorno del suo arresto. Quando io ricordo le mostrai proprio questa foto e le dissi: cara Bettina, sei caduta in una trappola,
dalla quale non esci più. Perché dal primo giorno che tu sei in Italia, tutto quello che hai fatto, lo hai fatto attraverso noi. Lei guardò la foto, ci guardò in viso, capì che non aveva via di scampo e cominciò a collaborare. Want ze heeft voorgelegd gekregen, je kan nu kiezen tussen ofwel 30 jaar gevangenisstraf, for sure, en dat in Italië. Of je helpt ons mee en dan maar een jaar onder verlichte omstandigheden. Maar dan moet je all the way gaan, moet je alles, alles vertellen. Dat heeft ze onmiddellijk voor gekozen. Door te gaan praten wordt Bettine Pentita, spijt op tand. Ze komt in een getuigenbeschermingsprogramma en wordt in een speciale gevangenis gestopt waar alleen pentiti zitten. Een lange stenen weg die steil omhoog kronkelde. Een beetje zoals een kasteel van Martin Toonder hier eigenlijk voorstelt. Hè? En daar werd ik in een hok gezet. In een hok op een binnenplein met keien. En daar hoorde ik de eerste keer dat ik haar sprak, hoorde ik ineens allemaal trippelgeluidjes van iemand die met hoge hakjes over de keien aankwam wandelen. En die ging tegenover me zitten aan een ruw houten tafel. En, dat was Bettine? Dat was Bettine, ja. En ik geef toe dat dat grote indruk maakte. Ze liep daar ook in die gevangenis heel relaxed rond, zonder handboeien, zonder begeleiders. Kon in en uitlopen, althans in de vertrekken in die gevangenis. Want dat was nou juist de gevangenis voor de pentiti. De spijtoptante. Die één ding gemeen hadden, dat ze daar binnen moesten blijven om vooral mensen buiten te houden. Niet dat ze zouden ontvluchten. Bettine is een open boek. En een lange stoet van politie- en justitiemensen, waaronder Henk de Jong en Kees Dekker, trekt langs op zoek naar informatie. De eerste keer, de eerste dag dat we gingen horen, en we waren op de 10e etage. En er werd ze aangevoerd door 4 agenten, 4 bodyguards, met automatische wapens op de buik. En zij liep daartussen. En zoals ik het zag, genoot ze daarvan. Ze vond het kennelijk toch wel fijn, die belangstelling. Ze liep daar heel parmantig tussen de stappen van, nou, hier kom ik aan. Ik had de indruk dat ze daar als een vis in het water was in die instelling. Als zij 's middags moe werd, dan zei ze, ik wou vandaag het voor me stoppen en weggaan om 2:30. En dat werd geaccepteerd. Was u daar niet erg verbaasd over? Dus zij had eigenlijk de regie, zo zou je het kunnen zeggen. Op 16 februari 1994 begint in Rome het officiële proces. En Sietse van der Hoek is er als enige Nederlandse journalist bij. Een toneeltje uit een film van Fellini. Een enorme, heel grote zaal met heel veel rumoer. Op het eind van de zaal iets van een rechtbank-setting. En rechts ervan een grote kooi, glas. Bestand tegen allerlei mogelijke aanslagen, is mij toen verteld, en ook getralied. Bettine is niet lijfelijk in de rechtszaal aanwezig, maar door middel van een televisieverbinding ziet zij de arrestanten en de arrestanten haar. Haar eerste taak is het identificeren van de verdachte. Ging het Bettine makkelijk af, dat identificeren? Ja, zeer. Soms dan, dan zei ze ook, die camera moet even terug, want ik moet nog dat en dat van die meneer zeggen. Of hij is niet die en die, maar heeft die en die bijnaam, enzovoort. Hè. Ze corrigeerde ook de rechter als die volgens haar fouten maakte in de identificatie. Was ze gespannen, Bettine? Nee. Nee. Heel, vrolijk, relaxed. En, nee, niet eens, je kon niet eens zeggen dat ze de indruk wekte goed voorbereid te zijn. Maar ze vond het wel geinig, leek het wel. Een mooie dag in haar leven. De Colombianen en de Italianen gaan stuk voor stuk 30 jaar de gevangenis in. Bettine zit uiteindelijk iets minder dan 2 jaar. Het feit dat ze er zo goed vanaf komt, versterkt de vermoedens dat zij al langer een dubbelspel speelt. Mensen uit haar omgeving die zaken met haar deden, verbaasden zich altijd over dat ze nooit ergens benauwd voor was. Dat ze op vliegvelden nooit om zich heen keek, word ik gevolgd. Wat een beetje te doen gebruikelijk is, word ik in de gaten gehouden.
Ach, wel nee, we had dit haar reactie. Ach, valt wel mee, wel nee. En ook nooit zich zorgen maakte over paspoorten, paspoortcontroles. Altijd zo vlierenfluitend ook door de paspoortcontrole ging. Wat volgens mij diezelfde mensen die achteraf is makkelijk praten, maar achteraf zeggen, zie je wel, toen al moet er iets geweest zijn. Toen al moet zij voor de autoriteiten gewerkt hebben? Ja, dat is het verhaal. Ik vind dat er een heleboel tekenen daarop wijzen. Zoals? Het feit dat ze zo perfect in zo'n heel plan past. Het laatste jaar van het onderzoek ging er veel en veel te veel mis. Er werden dingen gepakt en mensen werden aangehouden. Nou ja, en dat is een teken dat of het is briljant strafrechtelijk onderzoek geweest, of je hebt iemand in de frontlinies voor je werken, waardoor je precies weet wat er aan de hand is. Het feit dat ze zo gemakkelijk aan de andere kant van de streep ging staan van goed en kwaad op het moment dat ze helemaal opgepakt waren, dat pleit er allemaal voor. Ik heb wel de vraag gesteld in Italië, heeft u met de DEA samengewerkt? Die vraag werd meteen belet door de Italiaanse rechtercommissaris. Maar daarna heeft ze, dat is niet opgenomen, maar heeft ze gezegd dat ze dat niet op zich ontkennen. Het is wat cryptisch, maar uit dat soort dingen moet je het halen. Bettina non era nessun agente sotto copertura. Bettina era una criminale, era una trafficante. E come tale è stata arrestata, è stata in carcere per anni, è stata ammessa a un programma di protezione e ha fatto tutto quello che fanno non gli agenti sotto copertura, ma i criminali. Sarebbe veramente singolare che un agente sotto copertura venisse trattato da criminale, essendo in galera per anni e anni e anni. Ik geloof er zelf niet in. Waarom niet? Er was een undercover tegen haar aangezet in Rome. En dan zouden ze een undercover tegen een undercover aanplakken. Dat lijkt me niet echt logisch. Het blijft bij speculaties. Bettine Martens zou duidelijkheid kunnen geven, maar zij is inmiddels onvindbaar. In the eyes of the cartel, you betrayed them. Ja. Why did you do it? Why I betrayed them now? Because now I realized how much damage is done. Not only to myself. That's why I wanted to talk. What do you think would happen to you if the cartels found you? They would kill me. Is there today, you think, still a price on her head? Non saprei dire, sono passati molti anni. Dus zij is haar leven niet meer zeker? Nee, maar vandaar, nee, dat denk ik zeker niet. Maar vandaar dat ze ook in zo'n geregeling is gekomen waarbij je een volstrekt andere identiteit en dat soort dingen krijgt. Dus of ze zit in Lapland of in Halfweg, maar niemand weet haar te vinden. Ik weet niet of ze bestaat en ik weet niet als ze bestaat, waar ze bestaat. Geen idee. Waar is ze nu? Geen idee. Staat vast dat ze op een zeker moment door Rizzi in een soort nacht-nebel-actie naar het vliegveld is gebracht en naar New York is gevlogen. Ik weet niet of in Italië, of all'estero, of ze è viva. Non ho veramente più notizie. Ik vond dat ze haar leven nogal toevallig en onbenullig invulde, eerlijk gezegd. Ook in crimineel opzicht is het een carrière van niks. Hoe van niks? Nou, ja, er ligt geen planning aan ten grondslag. Er ligt geen goede overweging aan ten grondslag. Waardoor je nou echt veel geld kan gaan verdienen of werkelijk de lakens uit kunt delen op een bepaald moment. Ze deed maar wat. Dat deed ze. Ze rolde van het ene avontuur in het andere. Dat is de indruk die ik kreeg. Was dat het ook waarnaar ze op zoek was? Avontuur? Ja. Avontuur en een swingende levensstijl.